Je hebt het vast wel een keer meegemaakt. Na een lange reis komt je container aan in een van de Europese havens. En dan pikt de douane deze eruit voor inspectie. Dat gaat tijd en geld kosten. Maar daar heeft de Nederlandse douane in Rotterdam nu een slimme oplossing voor gebouwd. De Rijksinspectieterminal, of RIT. Hier vind je alle inspectieinstanties onder één dak. Op steenworp afstand van de containerterminals. Op dit moment maken we op de Maasvlakte al gebruik van remote scanning. Dat betekent dat we alle containers al op de terminal kunnen scannen. Het maakt de afhandeling sneller, efficiënter en veiliger. In het RIT analyseren ze de scans op afstand. En moet de container toch voor inspectie langskomen? Dan staat deze in no time in het RIT door een state-of-the-art planning systeem en korte afstanden. En er is nog meer. Er wordt nu ook hard gewerkt aan een Container Exchange Route, of CER. Het is een directe verbinding tussen de 5 state-of-the-art containerterminals op de Maasvlakte en de RIT. De containers gaan straks compleet documentloos van A naar B over deze route. Al die verbeteringen leiden tot een veel efficiëntere logistiek op de Maasvlakte, zoals je nergens anders ziet. En daar heeft heel Europa iets aan. De Rotterdamse haven geldt namelijk als de buitengrens van onze Unie. Dus na die snelle inklaring en het efficiënt vrijgeven door de Nederlandse douane, mogen goederen vrij reizen door alle lidstaten van de EU. Met RIT en CER wordt de Rotterdamse haven weer een stuk slimmer en efficiënter. En zo blijven we ook in de toekomst de haven die het verschil maakt.